Hallo en welkom bij deze workshop. Gezellig dat je er bent. In deze workshop wordt alles wat je moet weten over breimolens uitgelegd. Alle modellen worden besproken en in gebruik getoond. Bespreken we handige en onhandige extra's. Verder leren we hoe we moeten opzetten, hoe we perfect rond en plat kunnen breien, en we leren om af te hechten. Maak voor jezelf een lekkere mok met thee of koffie, ga lekker ergens zitten en geniet voortaan optimaal van je breimolen nadat je deze video hebt bekeken. Als je deze video leuk vindt, geef een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal om geen workshop te missen. Ik ben Miranda. Normaal geef ik workshops met deze machines. Sinds de uitbraak van corona kan dat niet meer. En een YouTube kanaal had ik al, want ik ben ook een haakster. En 1plus1 maakt dat ik nu alle workshops met de breimolens online zet op mijn YouTube kanaal. Ik heb een hele verzameling met breimolens. Ik ben al sinds kind geobsedeerd door punniken, wat feitelijk niet meer is dan breien in het rond met vier steken. En tien jaar geleden ontdekte ik dat er ook snellere punnikklosjes bestonden en ook in grotere maten breimolens. Sindsdien reis ik ermee rond en geef workshops aan iedereen van 6 tot 106 jaar. Een klein stukje geschiedenis. Tegenwoordig zijn er drie soorten breimolens. Niet één, maar wel drie. Er zijn drie maten: klein, groter en grootst. Small, medium, large. Grofweg. De kleinste breinmolen is er eentje met vier naalden waarmee je zo'n koordje breidt, net zoals je dat vroeger deed met dat punnenklosje wat iedereen gehad heeft. Er zijn ook punnenklosjes met zes naalden en er is zelfs een breimolen met zes naalden, alleen die is vrij duur. Die is van het merk Adi. En dan kan je dus iets dikkere koordjes breien, maar je kan ook koordjes breien met de grote breimolens, dat laat ik verderop in deze video zien. Dit machientje komt uit China, heb ik gekocht voor ongeveer 12 euro en is er ook van het merk Prim. Deze molentjes bespreek ik apart in een andere video omdat het een heel gevoelig apparaatje is en je moet eerst leren hoe een breimolen echt werkt. En dat kan beter met de stevigere apparaten. Dus dit is voor een later moment. Er zijn ook retro versies van, deze komt al uit de jaren 60. Van deze ben ik helaas het zwengeldingetje kwijt. Maar um, het is allemaal hetzelfde principe, want breimolens bestaan al sinds de Eerste Wereldoorlog. Dus de kleinste breimolen heeft vier steekjes en daarmee een punnetje. Dus de koordjes die je hiermee breidt, die kan je gebruiken. Maar het is Hetzelfde als dit, alleen 100 keer sneller. Dit is een modern punnenklosje. Die hoort natuurlijk ook bij mijn verzameling. Want ja, de evolutie van de punnenklosjes blijft gewoon gezellig doorgaan. Gaan we snel verder. De middelste maat. Deze zijn op dit moment allemaal te koop. Vergelijkbaar met een kleine breiring. Deze is ook te koop. Je zou denken dat je er sokken mee kan breien. Dat klopt op zich ook wel, maar je kan er alleen huissokken of bedsokken mee breien. Voor degenen die wel eens echt sokken hebben gebreid, die weten dat je daar minstens 60 steken voor in het rond nodig hebt, maar deze machientjes hebben maar 18, 20 of 22 steken in het rond. Dus dat is niet echt een optie. Maar je kan er heel veel andere leuke dingen mee breien. En ik zal dat eens eventjes aan jullie gaan presenteren. Met deze kleine molens kan je oneindig veel leuke dingen maken. Zoals bijvoorbeeld deze pompontjes. Maar je kan er ook enorm grote dekens mee maken zonder een steek te naaien. Je kan er leuke pixeldekens mee maken. Knuffeltjes voor kinderen met of zonder rammeltje erin je kan er mee maken even kijken nog meer pompontjes met de grote molens kan je dan grote maken dus dan kan je heel veel decoratie maken dit soort poppetjes maak ik met workshops met kinderen dan maken ze zichzelf groot succes even kijken wat heb ik nog meer nog meer pompontjes. even zien hoor want er is zoveel keus er is veel meer dan dat ik laat zien Even kijken, sjaals, je kan er sjaaltjes mee uh, maken, kindersjaals of smalle sjaals. Of chique herensjaals die een smalle sjaal om de hals willen. Dit is iets wat Jojo Juju uit Canada heeft bedacht, een schattig knuffeltje. Dit is een grote hit op mijn workshops, dat zijn omkeerpoppetjes. Kijk, van een kat verandert hij in een hond. Het staartje maak je ook op de breimolen, daar heb je geen punnikmolentje voor nodig. Een grote hit: omkeerpoppetjes. Dit is door een kind gemaakt. Kan je het je voorstellen? Je hoeft hier niets echt voor te kunnen, behalve deze workshop volgen. En dan natuurlijk de workshop hoe je dat poppetje maakt. Dit is ook een enorm succes op mijn workshops. Een cupcake girl of zo noemen de kinderen dat. De meisjes vinden het fantastisch leuk om dit te maken. Dan gaan we over tot het bespreken van alle beschikbare apparaten. Te beginnen met de Penguin. Die kost tussen de 15 en de 20 euro. Is een onhandig apparaat. Voor dat geld kan je betere krijgen. Dus ik zeg deze, weg ermee. Alles wat je met deze machientjes maakt, kan je ook met deze breiring maken. Handig om te weten. De volgende machine die ik ga bespreken is deze. Deze heb ik gekocht via AliExpress. Die koop je tussen de 15 en de 20 euro. Heeft 22 naalden in het rond. Redelijk apparaatje, maar slechte kwaliteit. Voor dat geld koop je een betere. Als je iets stuk aan gaat, kan je hem weggooien. En dat is precies zonde. Dus er is voor hetzelfde geld een betere. Dit is de Primidi. Dit is een A-merk. Dat is algemeen verkrijgbaar en heeft 20 naalden in het rond. Dat is een uitzondering. De rest heeft allemaal 22 naalden, maar deze heeft 20 naalden in het rond. 20 kan je makkelijk delen. Dit is een fijn, soepel lopend apparaatje, maar natuurlijk heb ik hier ook weer iets over te zeuren. En wel over de draadinvoer, want die maakt opzetten lastig. Het is geen open draad toevoer, dus je moet je draadje door het gaatje heen frutten. En dat is niet zo handig. Ieder apparaat komt trouwens met een hendel waar je aan kan draaien. Want anders dan is het geen molen. Een afwijkende kleur naald, wat de eerste naald van de Tour is. Een switch om hem te switchen tussen rondbreien en platbreien. Maar die hoef je nooit te gebruiken, want je kan in rondbreimodus ook platbreien. En ja, iedere beweging in het apparaat kan je beter voorkomen. Dus, machientjes komen met een switch die je niet hoeft te gebruiken... En dan even terug, wat had ik hier nog over te zeuren? Hij kost ongeveer 60 euro, is algemeen verkrijgbaar. Maar dat gaatje maakt dat ik het niet zo handig vind met opzetten en afhalen en kleurwisselen. Ieder apparaat heeft hetzelfde soort naalden. Alleen komt dit apparaat niet met reservenaalden, dus als er een naald breekt, kan je hem weggooien. Dat gaatje dat blijft me irriteren. Het is echt jammer dat ze dit niet op een andere manier hebben gemaakt, want het is. Echt onhandig. Maar ja, dat is voor de toekomst. Dus de Primidi, 60 euro. Er zijn betere opties voor minder geld. Sorry, Primidi. Als je echt niks anders kan, dan is het een leuk apparaatje. Door naar de volgende. Oh ja, hij komt natuurlijk ook nog met een schakelaartje voor rondbreien en platbreien. En hij heeft een spanningsding uh, eraan hangen. Maar dat gebruik ik nooit, want ik doe de spanning met mijn vingers... Uh, onder controle houden. En dan gaan we door met de volgende machine, de Centro. Hij heet ook anders Santro, of nou, er worden steeds nieuwe namen aangegeven. Een Chinees apparaat, hendel, schakelaartje. 15 tot 20 euro, beste koop voor dat geld. Komt met een gekleurde naald die de eerste steek van de nieuwe toer aangeeft. Heeft natuurlijk ook een invoer een hele fijne op zich. Een mooi open gleufje. Uh, draait als een tierenlier. Uh, de fabriek schijnt wel iets minder goede producten af te leveren op het moment. Misschien slijt de fabriek. Als er iets stuk aan gaat kan je deze ook weggooien. Als je moeite hebt met de tel bijhouden. Dan kan je zo'n handig dingetje als deze uh, kopen voor een habbekrats. Werkt prima. Zodat je je toeren kan tellen. Je kan ook zo'n digitaal telletje kopen. Maar in principe, het is geen exact science. Deze machines, het komt niet neer op een toertje, meer of minder bij alle patronen. Maar het zijn handige gadgets om erbij te hebben als je uh, de toeren bij wil houden. Dan gaan we nu door naar de duurste en de beste. Ik kan het niet anders omschrijven. Deze kost uh, ja, tussen de 75 en de 100 euro. Dit is de Adi. 22 naalden in het rond. Uh, als er iets aan stuk gaat, dan kan je reserveonderdelen kopen. Het is een Duits product, dus je hoeft niet ver uh, te zoeken. Uh, deze komt natuurlijk ook met uh, de bekende items als de schakelaar om plat en rond te breien die we niet gebruiken. Een draad invoeren, deze heeft een klepje. Altijd zorgen dat het klepje dicht is als je uh, breidt. Hij komt met in principe drie gekleurde naalden. Ik heb er nog maar twee, want ik heb een keertje gewisseld. En hij komt met reserve naalden. Uh, verder heeft hij een telmechanisme. Dit is een digitaal telmechanisme, maar dat kan uh, onder invloed van van alles uh, afwijken. De nieuwere machines komen met een uh, telletje, zoals dat roze apparaatje wat ik je net liet zien. Um, over die machine hoor ik klachten dat mensen hem um, zwaar vinden gaan. Dat komt omdat je moet, als die op de machine zit, ook door de weerstand heen dat hij kan omhoog tellen. Zeg maar. Dus je moet tijdens het draaien duwen dat. In het apparaat, dit gebeurt. Maar als je de machine langer gebruikt, schijnt dat soepeler te lopen en die is meer betrouwbaar als telmechanisme dan deze digitale. Maar ook hiervoor geldt natuurlijk dat uh, het geen exact science is. Dus dat is het verschil tussen de oude en de nieuwe versie. Een ander telmechanisme. Verder is het een heel stevig apparaat. Het uh, is van Duitse makelij. Dus als er iets aan kapot gaat, dan is het ook niet moeilijk om aan nieuwe onderdelen te komen. Het komt met extra's, zoals deze naaldhouder. Ja, het is gewoon een piepklein gaatje in het apparaat, maar je kan je naald erin steken. Het is ervoor gemaakt, dus een extra. Je betaalt ervoor, er zit een gaatje in waar je je naald voor in kan opbergen. Hij is lekker stevig. Ik heb hem al tien jaar, ik heb hem nog nooit. Iets anders aangedaan dan af en toe een naald vervangen, want uiteindelijk blijft het plastic en alles slijt. Hij komt met twee klemmen waarmee je hem aan een tafel kan uh, vastmaken. Dat heb ik niet aan deze tafel, want de tafel is te dik. Hij komt met reserve naalden. Dat is wel heel erg fijn hoor, want een naald wil nog wel eens breken onder grote spanning. Je mag je machine nooit onder spanning gebruiken. Verder komen deze Addi-apparaten met zogenaamde stoppers. Twee piepkleine stukjes plastic die je niet nodig hebt. De rest van de apparaten komt ook niet met deze stoppers. En je hebt ze ook niet nodig voor het laten functioneren van je machine. Dure stukjes plastic. De naalden zijn fijn, want je hoeft je machine niet weg te gooien als er iets stuk gaat. Is natuurlijk een stuk duurzamer. Duur versus uh, goedkoop. Goedkoop komt zonder telmechanisme en goedkoop komt zonder reservenaalden, maar ze functioneren exact hetzelfde. Dus je betaalt meer voor een duurzaam apparaat waar je eh, naalden van kan vervangen. Dat is het. En dit is eigenlijk een Mercedes hoor op Rondbreimolengebied. En dan gaan we nu door met de grote breimolens. Alles wat je daarop maakt, kan je ook op deze breiringen maken. Want het is gewoon hetzelfde principe. Met de breimolen kan je in een half uur tijd een muts breien die je aan verrassing twee kanten kan dragen. In een half uur kan je die af hebben. Dat is een van mijn top workshops. Breien muts in een half uur. Als je langer doorbreidt, dan verandert je muts in een sjaal. Zo simpel is het. Hier hoef je niets voor te kunnen. Je kan ook met de grote breimolen accessoires maken, zoals dit. Je hebt die kleintjes al gezien bij de kleine breimolens. Wat ook erg leuk is, zijn dekens waar je niets voor hoeft te kunnen. Dit zijn dekens, daar wordt niks aan genaaid. Dit is een combinatiedeken van verschillende molens. Ik heb er een randje aan gehaakt. Dat is het enige wat ik heb toegevoegd aan andere uh, handwerkskills. Dekens, heerlijk warm, lekker zwaar. Snel verder met het volgende onderdeel van deze tutorial: de grote breinmolens. Dit is de Addi King Size. 46 naalden in het rond. Deze komt met een digitale, dan wel analoge uh, telmechanisme. Het telgemechanisme wat digitaal op batterijen is, dat kan onder invloed van een aantal zaken als staticiteit of uh, vochtigheid uh, afwijken. Dan weet je dat, maar het is geen exacte uh, wetenschap natuurlijk. De analoge werkt net zoals ik heb uitgelegd met de kleine molen. Het kan iets zwaarder gaan. Dan komt deze molen met ook weer twee klemmen om hem aan de tafel vast te zetten. Ook weer met reserve naalden, dat is heel fijn. En ook weer met twee stoppers die je niet nodig hebt. Dus twee dure stukjes plastic. De klemmen heb je ook in principe niet nodig. Maar de naalden, daarvoor geldt weer dat dat deze machine heel duurzaam maakt. Want die naalden zijn belangrijk. Dat, is het, uh, dat slijt het meest op deze machines. Hoewel, echt slijten, doen ze ook niet heel snel. hoor. Want dit is hoogwaardige kwaliteit plastic. Als er iets defect raakt aan deze machine, zoals de ring of zo, dan kan je die makkelijk uh, weer opnieuw aanschaffen. Want dit product is bij onze buren in Duitsland gemaakt en daarvoor hoeven we niet zo ver te zoeken. Dus fijne machine. Ongeveer tussen de 125 en 150 euro. Duurzaam. Gaat echt Heel lang mee, en het allerbelangrijkste, je kan er dus dingen aan vervangen. Ja, ik kan er niet zoveel meer over zeggen dan dat dit uh, mijn favoriete machine is. Dus de Adi King size, leuke machine. De volgende machine is mijn nummer 2 op mijn favoriete lijstje: het is de Centro. Het komt ook onder andere namen. Het is een Chinees apparaat. Hij komt met een telsysteem en heeft 48 naalden in het rond. Dus dat zijn twee naalden meer dan de Addi King Size. Dit is de grootste machine die er is. Hij komt met een goede uh, draadinvoer. Het is een hele stevige kwaliteit plastic. Tot op heden zijn er nog geen reserveonderdelen voor verkrijgbaar. Ik heb deze al een jaar of twee. Ik hoor dat... Nieuwere apparaten um, iets mindere kwaliteit zijn. Misschien is de fabriek een beetje aan het slijten. Maar hij kost tussen de 40 en de 60 euro. Ik vind het een heel uh, fijne nummer 2. Maar ook hiervoor geldt tot nu toe, als er iets stuk gaat, kan je hem weggooien en dat blijft zonde nummer 2, mijn uh, favoriete lijstje de Centro. Ik had een goede aankoop, maar ik garandeer niks als jij er eentje hebt of koopt. Alles ter overweging. De volgende machine waar ik het over ga hebben is de Primaxi. De Primaxi heeft 44 naalden en die zien er iets anders uit dan alle andere naalden, maar zijn wel dezelfde maat. De Primaxi is een uh, machine van tussen de 75 en de 100 euro. Ik heb uh, dezelfde machine wereldwijd in andere kleuren lang zien komen. Ik ben niet heel content met deze machine, want het invoersysteem slijt heel erg snel. Ik heb zes van deze machines, ik, ma ik geef workshops namelijk. Maar deze machines die staan uh, meestal thuis, want ze, uh, ze slijten gewoon heel snel. En dan doen ze het niet goed. En het nadeel van deze is ook dat er geen telmechanisme op zit. En er uh, zijn geen reservenaalden voor te koop of reserveonderdelen. Dus ook al is deze dure machine stuk, je kan hem weggooien. Want er is geen reserveonderdeel voor te krijgen. Verder werkt hij op zich goed. Maar de kwaliteit van het plastic is niet zo goed, blijkt. Dus dit is de Primaxi, niet mijn favoriete machine. Uh, dan weet je dat nu ook. Gaan we door met de volgende machine. Dit is het volgende apparaat waar ik het over ga hebben. Dit is een apparaat uit China met 40 naalden in het rond. Dus een slagje kleiner. Ik moet zeggen, deze machine, ik ben er erg blij mee. Hij kost ongeveer 20 euro en hij doet het uitermate goed. Natuurlijk heeft hij geen telmechanisme. Dat kan ook helemaal niet voor dat geld. Je kan er geen reserveonderdelen voor kopen, maar hij doet het zo goed dat als je eh, net als ik een beetje verslaafd bent aan dit soort apparaten, je hem er heel goed bij kan hebben. Net zoals met breiringen geldt dat er verschillende maten breimolens zijn, maar ze werken allemaal exact hetzelfde. Voor het werken met deze machines gelden drie regels. De eerste regel is dat je nooit kracht moet gebruiken. Als de machine moeilijk draait en je kracht moet gebruiken, dan is er iets mis. En je mag niet doordraaien, want dan sloop je je machine. Dat wil je niet. In deze video laat ik zien hoe je kan voorkomen dat je verkeerd breidt, waardoor je machine kapot gaat. De tweede regel is dat je nooit. Achteruit mag draaien als je aan het rondbreien bent. Als je achteruit draait, als je aan het rondbreien bent, dan vallen je steken er vanaf en dan ga je opnieuw beginnen. Dus de derde regel is dat je garen altijd los moet zijn van de bol. Je kan het garen opnieuw opwinden met zo'n uh, ja, garenwinder. Deze komt uit de kringloopwinkel. Die heb ik voor een happe kras op de kop getikt. Fijn apparaatje, doet wat hij moet doen, maar is niet noodzakelijk. Je moet er alleen gewoon voor zorgen dat je garen los is. Je kan ook uh, het garen gewoon uit de bol trekken. Dat is uh, regel nummer 2. Zorg dat je garen altijd los zit. Oh sorry, regel nummer 3 natuurlijk. Dus regel 1: geen kracht gebruiken. Regel 2: nooit achteruit draaien. Regel 3: Garen los. Dat gespin wat je hoort, dat is van Pimmertje. Pimmertje is een van mijn uh, haarballen. Bij een machine heb je naal, een naald gekregen. Die verlies ik constant. Die liggen in de bank tijdens workshops. Ik heb deze naalden gekocht in China, AliExpress, 100 stuks voor een euro. Het zijn 7 centimeter naalden, plastic naalden. En die uh, werken prima met al deze machines. Dus als je je naald kwijt bent, niks aan de hand. Je kan ze gewoon bijbestellen op AliExpress. 7 centimeter naalden. Geen andere maat nemen, want die werken niet goed. Extra's die je erbij aan kan schaffen. Niet noodzakelijk, maar wel handig. Probeer metalen naalden te vermijden. schaartje nodig. Ik laat nu iets zien wat niet noodzakelijk is en eigenlijk ook niet goed voor je machine, maar wel grappig. Dit is een adapter die geprint is en die past op een dremel of boormachine. Vervolgens past die op de Adi en als je dan je dremel of boor laat draaien, dan draait de machine. Het is grappig, het is handig voor mensen die last hebben van hun gewrichten, maar het is niet goed voor je machine. Je moet het altijd op de laagste snelheid laten draaien en je moet het heel goed stabiliseren, want je machine is van plastic en als je de snelheid verhoogt, dan loop je kans op dat de inhoud van je machine smelt en dan wordt het weer een heel duur grapje. Het is wel leuk als ik mannen wil interesseren, dan pak ik de boormachine en dan staan ze ineens wel naast me en hebben allemaal creatieve oplossingen. Maar het is een gadget wat niet bedoeld is voor intensief gebruik. De adapter om uh, elektrisch te breien. Andere handige, niet noodzakelijke accessoires zijn... een smeernaalnaald. Uh, daar werden in de jaren 70-80 kussens mee geknoopt. En een haaknaald. Of zo'n naaldje. Dit vervangt dan je gewone naald die bij je machine is geleverd. Ze zijn niet noodzakelijk, maar wel handig. Dus als je die ergens in huis hebt liggen, zorg dat je, dat je ze in de buurt hebt bij je apparaat. Ook handig zijn pompoenmakers om aan de uiteindes van een sjaal of aan de uiteinden van een muts te bevestigen. Deze komen uit China, kosten geloof ik iets van 3 euro voor een set. Super handig, maar je kan ook pompoentjes maken met een vork. Dat laat ik in verschillende video's waar je pompoentjes bij nodig hebt zien. Nou, deze uh, molen is handig, maar die heb ik al laten zien. Wat is er nog meer? Volgens mij ben ik er wel zo'n beetje. Nu ga ik beginnen met jullie uitleggen hoe je gaat opzetten op al deze machines, ik laat het zien op de kleine machientjes. Maar het werkt op alle machines hetzelfde. Maar voor de hoek van mijn camera zijn de kleine machientjes makkelijker om te laten zien. Ik laat het zien op alle verschillende machines die een verschillende invoer hebben. Voor de rest is het allemaal hetzelfde. Ik begin met deze machine, mijn minst favoriete kleine machine met de gekke uh, invoer. Je ziet dat ik me goed heb voorbereid. En. Ik moet even het eindje zoeken van het draadje. Nou, waar is mijn eindje nou? Ah, daar is die. Oké, okay. bij deze machine moeten we dus het draadje, het staartje van het draadje, door dat gaatje heen frutten. Vervolgens trek je er een heel stuk draad doorheen, want dat hebben we nodig om op te kunnen zetten. We gaan het staartje van het draadje in de machine hangen ongeveer zo lang dat het de tafel raakt. Dat geldt voor alle machines, dan bij een normale opzet moet het draadje de tafel raken. En vervolgens draai je de eerste naald, de gekleurde naald van je machine voor. Dus dan staat hij dichtst bij je. En dat is dan ook precies voor de invoer van het garen. Nou, nu moeten we een beetje vogelen. Je doet van rechts naar links onder de eerste naald door uh, de draad uh, haken. Je haakt hem onder die naald in dat haakje. Aan de rechterkant van de naald zit dus het staartje van je draad en aan de linkerkant van de naald zit dus je werkdraad. En dan ga je rustig draaien en met je werkdraad ga je zigzaggen tussen de naalden door. Dus je gaat voorlangs en achterlangs. Terwijl je draait, want de naalden komen dan omhoog. Zie je? Voorlangs, achterlangs, voorlangs, achterlangs. En dat doe je totdat je helemaal rond bent. Hier krijg je handigheid in hoor, maar ik, als je weet hoe ik erbij sta. Oké, okay. als de laatste naald voor staat, dan moet je draad erachter hangen. En bij deze machine ga je dan de draad weer terug door dat gaatje trekken totdat hij netjes aansluit op je naald, laatste naald. Hij moet achter je laatste naald langs gaan. Nou, en dat is hoe je opzet met de Prim Maxi 20 naalden machine. Als je gaat breien, dan hou je best de draad tussen je vingers op spanning. Zo is de startpositie van je molen als je met de priem gaat beginnen met breien. Ik gebruik niet dat gekke dingetje aan de onderkant. Zo ziet je opzet eruit. De volgende machine die we gaan opzetten is de Centro. Deze heeft een andere invoer en hij heeft een draadspanning. Unit, maar die gebruik ik nooit. Nou, ik moet ik weer even het eindje van mijn draad zoeken. Lang leven de goede voorbereiding. We zetten weer de gekleurde naald die de eerste naald van de toer is voor, voor de invoer. We hangen het draadje weer in de machine met het staartje tot de tafel en dan gaan we weer opzetten op dezelfde manier van rechts naar links onder de eerste haak door. Staartje hangt aan de rechterkant van de naald, werkdraad zit aan de linkerkant van de naald en vervolgens gaan we en draaien en zigzaggen. We gaan rustig met de hendel draaien en zigzaggen dan om en om voor en achterlangs iedere naald. En dat doe je totdat je helemaal rond bent. Rustig aan, je moet hier een beetje handigheid in krijgen. En als je dan bij de laatste naald bent gekomen, dat is de naald voor de gekleurde naald, dan moet de draad er achterlangs lopen en dan kan je hem probleemloos in je draad invoeren steken in het gleufje. De draad loopt achterlangs, links van de naald, tussen de eerste en de laatste naald door door het gleufje. En zo zet je op. Vervolgens kan je hem in je tensionhouder doen. In je spanningsdingetje. En zo is de opzet voor dit apparaat. Ik zelf hou ervan om um, uh, de draad tussen mijn vingers te houden. Gaan we door met de volgende. De Addi. Bij de apparaten met zo'n klepje moet je er altijd voor zorgen dat het klepje dicht zit als je gaat draaien. Want anders breekt het af. Je draait bij deze molen ook weer de eerste naald voor de invoer. Je gaat weer het staartje zo lang in de machine hangen dat het de tafel raakt. En vervolgens gaan we weer zichtzachen, net zoals we dat de hele tijd doen. We haken van rechts naar links onder de eerste naald de draad door. Rechts zit het staartje en links de werkdraad. En vervolgens gaan we weer draaien en zichtzachen. Net zo lang totdat we helemaal rond zijn. Hier word je vanzelf handig in. En als je dan helemaal rond bent, dan eindig je weer achter de laatste naald. Je doet het schuifje open en dan kan je kiezen of je de draad door, de ene, door het ene gaatje naar buiten wil laten komen of door het andere gaatje. Dat kan allebei. Het is maar wat jij prettig vindt. Het, uh, het schijnt iets uit te maken voor de spanning, maar die hou ik met mijn hand op spanning. Dus. Doe wat jij handig vindt. Het mag allebei, er zijn geen regels. Zo zet je dus deze machine op. Je reset de teller door op het knopje te drukken. Als je nou een pauze houdt. En je komt terug, dan is de teller uit. Ga dan niet opnieuw op het reset-knopje drukken, want de teller onthoudt waar die is gebleven en gaat alleen maar in de spaarstand. En als jij verder gaat draaien, dan pikt hij gewoon weer op waar die gebleven is. Als jij op uh, reset drukt, dan ben je weer bij nul met tellen en dat kan wel eens niet zo handig zijn. Dus niet meer aanzitten. Hij start vanzelf weer op. En dan gaan we nu beginnen met het echte breiwerk. Ik ga uitleggen hoe de machine werkt. Alle machines werken hetzelfde en wat ik ga laten zien geldt dus ook voor alle machines. Het daadwerkelijke breien gebeurt tussen mijn twee vingers. Dat stukje, dat is het stukje waar we goed naar moeten kijken als we aan het breien zijn. De rest, daar gebeurt helemaal niks. Die steken zitten vast in de machine en daar kan helemaal niets mee gebeuren. Tussen deze twee stukjes is waar wij op moeten gaan letten om goed te kunnen breien. Zo simpel is het. Het stukje waar de naalden naar boven komen en naar beneden gaan. Dan ga ik nu laten zien hoe het werkt. We beginnen met rustig te draaien. Je ziet dat de eerste steek die we hebben opgezet, die zit onderop de naald. En naast de naald zie je twee hele kleine tandjes, en de draad moet om die twee tandjes heen zitten. Omdat het de allereerste steek is, zit het een beetje los, dus je zal het met je vingers even een beetje netjes moeten doen. Nou, als dat netjes zit, dan kan je beginnen met draaien aan de molen. De eerste toer moet je met beleid breien. Je ziet de eerste steek onderaan de eerste naald om die twee tandjes heen zitten dat klopt om de tweede naald zit geen steek dat klopt om de derde naald zit wel een steek en die moet ook weer om die twee tandjes zitten omdat we zigzaggend hebben opgezet zijn er om en om steken in de eerste toer zie wel een steek geen steek wel een steek geen steek en al die steken die je wel ziet die moeten onderaan de naald om die twee tandjes heen zitten en de draad die wordt door iedere naald gegrepen, omdat die uit de draadinvoer komt. En je ziet dus heel goed wanneer de draad gegrepen wordt. En zo draai je door totdat je de eerste toer helemaal hebt gebreid. Soms moet je even helpen. Dat kan gebeuren. En als je dan helemaal rond bent, dan kunnen we gaan breien. Als je gaat breien, dan moet je dus opletten op die paar punten, de Steek op de naald die moet helemaal naar beneden zijn gegleden en de draad moet netjes gepakt worden door het haakje in de naald. Soms gaat dat mis als je eventjes niet oplet en dan krijg je bijvoorbeeld dubbel gebreide steken. Nu gaat het natuurlijk goed, dus ik zal even moeten manipuleren hoe het eruit ziet als het misgaat. Even kijken hoor, want dat zal je zien dat dat natuurlijk als het moet dan gaat het niet mis. Even een beetje manipuleren. Soepel is anders natuurlijk. Kijk, die steek die moet een beetje omhoog. Want dan kan ik laten zien wat er gebeurt als die dus niet naar beneden zit. Ik moet bijna geweld gaan gebruiken. Nou, ik heb hem bijna een klein stukje verder draaien, denk ik. Want hij glijdt steeds naar beneden waar hij hoort natuurlijk. Even kijken hoor, een klein stukje verder kijken. Nou, zit hij zeg maar onder het haakje en dat haakje heeft ook de nieuwe draad. En als hij dan gaat breien verder op in de machine, dan breidt hij die twee steken samen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je kan het ook zien, want nu zit er geen draad om die twee tandjes naast, uh, naast de naald. En dat moet dus wel. Dus als je ziet dat er geen draad om de tandjes zit, dan weet je dat je iets uh, hebt samengebreid. Dus daarom moet je altijd naar beneden zitten bij de invoer. Want dan brei je ze niet samen. Zo voorkom je dus. Samengebreide steken. Nou, ik ga hem wel samen breien, want dit is namelijk een lesje hoe je perfect moet breien. Nou, ah, daar is de steek. Kijk, je kan het nu heel goed zien. Nu zitten er dus twee lusjes om die pinnetjes heen. En je begrijpt dat er dus twee zijn samengebreid. Je zou eventueel het onderste lusje, maar dat is heel ingewikkeld. Over de naald heen kunnen manipuleren om het weer te corrigeren. Je ziet dat ik er al wat geweld bij moet gebruiken. Geloof mij, voorkomen is beter dan oplossen. Geweld op je machine is niet goed en het is gewoon heel simpel. Opletten wat je aan het doen bent. Je bent geen fabriek natuurlijk, hè? gewoon lekker rustig breien. Nu ga ik ze gewoon samen breien, want het is toch maar een teststukje. Als je wat meer ervaring hebt met het breien met deze machines, dan kan je op gehoor breien, want dan hoor je wanneer het niet goed gaat. Dus dan kan je lekker breien terwijl je televisie aan het kijken bent. Dus we gaan het nog even samenvatten. Normaal heb ik de machine vast op tafel staan hoor, maar uh, om te laten zien heb ik hem los. Dit is de laatste steek die je breidt. Je ziet de laatste naald heeft een andere kleur dan de eerste naald. Dus daar kan je zien als je geen telsysteem hebt uh, wanneer er een nieuwe toer begint. Blijf goed kijken naar dat stukje waar de naalden omhoog komen en naar beneden gaan. Dat is het enige eigenlijk waar je op hoeft te letten terwijl je aan het breien bent: dat die steken maar om die twee rode pinnetjes naar beneden zitten. Om die twee rode pinnetjes. Nou, en zo kan je lekker gaan breien totdat je of kleur gaat wisselen of af gaat hechten. Ik wil nog zo graag even uitleggen hoe het nou werkt als een steek niet goed om de naald zit. Dit is een naald. Je ziet dat de naald die heeft dat haakje waar de draad onder zit. En vervolgens heeft de naald een buikje. En een, ja, dan vervolgens weer een uh, soort uitsparing. En de steek moet over dat buikje in die uitsparing glijden. Maar als de steek te strak is, dan blijft die hangen op dat buikje. En dan glijdt die niet eroverheen in die uitsparing. En dan uh, blijft de steek hangen en breien ze dubbel. Dus daarom zeg ik, je moet altijd zorgen dat hij naar beneden glijdt over dat buikje heen. En spanning op de draad kan soms te strak zijn waardoor het niet soepel glijdt. Maar soms heb je ook garen wat niet soepel glijdt door de verf die gebruikt is of uh, ja, soms dan wil garen gewoon niet. Nou, dat is uh, ook nog wat je moet weten over. Uh, hoe dat nou werkt, het breien met de breimoden. Dan gaan we nu verder breien naar het moment dat we gaan afhechten. Als we gaan afhechten, dan zorgen we dat we netjes eindigen op de plek waar we willen eindigen. Dus de laatste en de eerste naald die staan in principe voor je invoer. Vervolgens neem je de draad, die sla je om je machine heen, want dan weet je zeker dat je lang genoeg draad hebt om af te hechten. En dan knip je hem af op een stukje langer. Nou, vervolgens neem je je naald en stop je de draad in je naald. En haal je de draad uit de invoer en die vouw je naar binnen. Tussen de laatste en de eerste naald in. Zorg altijd dat je dat klepje dicht hebt, want als je gaat draaien, als die open staat, dan breekt die af. Dus de draad zit tussen de laatste en de eerste naald in. Vervolgens draai je verder zonder te breien totdat de laatste gebreide steek ongeveer op 10 voor 10 staat. Kwart voor 10, 10 voor 10, en dan kunnen we beginnen met het afhechten. Dit is de laatst gebreide steek waar die draad uit komt, en we gaan met de klok mee afhechten. En we nemen dan onze naald en steken die tussen de twee pinnetjes door in de volgende steek. Trek niet je werk omhoog, maar laat rustig de steek op de draad glijden. Hij gaat dan van die twee pinnetjes af, en vervolgens kan je de volgende steek met de klok mee op gaan nemen. Tussen de twee pinnetjes door op je naald laten glijden. Niet je werk omhoog trekken. Want dan gaat het mis. Dat is de tweede steek. En dan gaan we de derde steek met de klok mee afhalen. En de vierde steek, want de grootste spanning is er nu van af. En als je dan vier steken hebt afgehecht. Dan gaan we een stukje verder draaien met de molen. Want het is niet ergonomisch verantwoord voor je hand om in een rare houding af te gaan hechten. We moeten zuinig zijn op ons handwerk. Dus draai rustig verder, maar hou ondertussen in de gaten dat alle steken nog steeds op de naalden helemaal naar beneden zijn gegleden. Dus om die twee pinnetjes heen, want anders gaat het niet goed. En vooral met de laatste steek. Nou, dan kan je verder weer een paar steken op gaan nemen. Je kan er nu meer achter elkaar op gaan nemen. Maar wees voorzichtig dat je niet je werk omhoog trekt. Rustig verder draaien. Opletten dat alle steken netjes naar beneden zitten. Over die bolle buikjes heen. En zeker de laatste steek. Want als het niet om die pieltjes heen zit, om die twee tandjes heen zit, dan kan je de draad niet opnemen. Nou, en zo ga je rustig door met alle steekjes opnemen. Totdat je helemaal rond bent. Ook hier krijg je handigheid in hoor. En doe het ook altijd voorzichtig met een plastic naald. En zonder geweld, want als die rode pinnetjes afbreken, dan ben je er duur aan. Als je alle steken hebt opgenomen, dan. Uh, ja, dit ziet er natuurlijk niet heel mooi uit. Maar dan kan je je werk stretchen. En dan vallen alle steken netjes op hun plek. En zo hecht je dus af als je niet iets anders wil doen met je machine. En als je een muts breidt, dan kan je gewoon simpel aan de draad trekken. En dan sluit de boel zich vanzelf. En kan je met één steekje de boel vastzetten. En heb je bijvoorbeeld een muts aan één kant al oh, dichtgemaakt. Als je een muts maakt die je aan twee kanten wil dragen, dan brei je gewoon een lange tube en dan trek je beide uiteinden dicht. Zorg dat de steken netjes over de uh, draad zijn uh, verspreid en dat het werk netjes aan de binnenkant zit wat aan de binnenkant moet zitten. En dan heb je dus een hele lange tube die je met twee steken sluit. En dan kan je makkelijk in elkaar vouwen. En dan heb je een muts. Maar dat is een andere workshop. Gaan we door met het afhechten van dit apparaat? Want dat werkt natuurlijk weer een heel klein beetje anders door die gekke invoer. Ook hier meet je weer af door de draad om de machine heen te slaan en af te knippen. Vervolgens haal je de draad door de. Ja, door het gaatje naar binnen. En doet hem in de naald. En dan is verder het afhechten exact hetzelfde als bij de andere machines. Je draait de machine weer verder naar ongeveer kwart voor tien. En gaat dan de steken opnemen. Net zo simpel, easy peasy. Maar dit is een voorbeeldje, dus ik zet hem verder weg. Het werkt hetzelfde. Verder met het volgende onderdeel, we gaan plat breien. Platte stukken breien is heel makkelijk als je weet hoe het werkt. Het is eigenlijk net zo makkelijk als rond breien, alleen het werkt iets anders. Dus ik ga dat rustig aan jullie uitleggen en alles laten zien. Op je machine kan je smalle stukjes plat breien en brede stukjes plat breien, iedere machine heeft een schakelaar om van Rondbreien naar platbreien over te gaan. Die gaan we niet gebruiken. We laten onze machine gewoon in de rondbreijstand staan. Het is niet nodig om te schakelen. Op iedere machine kan je zo breed breien als het aantal naalden min 3 naalden. Eigenlijk zeg ik altijd min 4 naalden, maar. In ieder geval, afhankelijk van hoe groot je machine is, kan je bredere stukken breien. Maar je kan ook gewoon koortjes van twee uh, steken breien. We gaan opzetten zoals je dat gewend bent. Je draait eerst de eerste naald voor en je moet even bepalen of je een smal stukje wil breien of een breed stukje. Nou, het opzetten: je neemt weer de draad, haakt hem onder de eerste naald door en dan ga je zigzaggend opzetten. Ik ga uitleggen hoe je maximaal gaat opzetten, dus we gaan opzetten totdat we op dit punt komen. We laten de laatste drie naalden open, daar gaan we niet op opzetten. Dit is de eerste naald. En dit is dan de laatste naald. En die drie naalden daartussen, daar doen we niets mee. Plaats je draad in het uh, gleufje. Als je een klepje hebt, doe het dicht. Vervolgens draai je een heel klein stukje verder. En dit is dus het allerbelangrijkste waar je op moet letten, hoe ongeacht hoe breed je breidt. Het gaat om de draad op dit punt. Hou die in de gaten. We draaien verder en kijk naar de draad. Die gaat over dit ding heen glijden totdat hij eronder zit. Dit ding dat zit, dus tussen die twee naalden in. Draai heel klein beetje verder, dan zie je hem eronder glijden. En op het moment dat hij eronder glijdt, dan stop je. Zie je? Nou zit hij eronder en dat is goed. Nou, dan zetten we de boel weer neer. Maar ik probeer het even goed aan jullie te laten zien. Jij laat je molen natuurlijk gewoon staan, maar ik wil het gewoon duidelijk laten zien. Nou gaan we terugdraaien. En dan moet je weer goed opletten op dat dingetje waar de draad onder zit. Dus de draad zit onder dat rode ding. En als je terugdraait, dan gaat de draad er ook overheen. En als we dan verder gaan, dan zal je zien dat die er van afglijdt. En deze drie naalden, die zijn dan onbewerkt. Daar is niks op gebreid. Dus je moet gewoon heel goed kijken wat hier gebeurt. Als we nu heel rustig verder gaan draaien, dan glijdt het ding, draadje er dus vanaf. Kijk, daar gaat-ie. Oh. En dan geef ik aan mijn invoerdraad een heel klein rukje zodat de draad netjes om de naald sluit. En dan ga ik verder de andere kant terug opbreien. Blijf goed opletten dat die lusjes om en om wel naar beneden zijn gegleden om de naalden. Net zoals ik heb uitgelegd bij het rondbreien bij je eerste toer. Dat is belangrijk. Let goed op: we breien rustig verder. Let goed op de eerste steek, dat die netjes naar beneden om de naald zit. En dan draai je nog een klein stukje verder voorbij de naald, de eerste steek die je hebt gebreid, totdat die draad over dat rode dingetje eronder glijdt. Let goed op de draad rechts van de eerste steek. Hij glijdt er nu onder, dan stop je met breien. En dan ga je de andere kant weer terug opbreien. Hou een beetje spanning op je draad. En nu zie je dat hij weer over dat rode dingetje heen gaat. En dat de eerste naald grijpt de draad weer. En let op, hij glijdt nu van dat rode dingetje af. Of welke kleur jouw dingetje heeft. En als hij daar glijdt, dan geef je een klein rukje aan de draad. Zodat je een mooie, nette. Kant krijgt en zo breien gewoon heen en weer zolang als jij wil. Ik ga nog een andere tutorial maken hoe je schuine kanten kan maken, want dat is handig en die zijn ook niet moeilijk, maar dat is uh, niet een beginners dingetje. Dus dit is om te leren hoe je plat moet breien. Let op dat. Na de eerste en laatste steek die draad onder dat uh, bobbeltje glijdt en dan kan je gewoon oneindig lang heen en weer breien. Netjes zorgen dat je de draad aantrekt zodat je een strakke kant krijgt. Nou, en verder is het easy peasy net zo simpel als rondbreien. Als je weet wat je moet doen, dan is het geen enkel probleem. Je kan een gewichtje hangen zodat de steken makkelijker naar beneden glijden aan je werk. Maar dit is in de basis hoe je plat breidt. En dan gaan we nu verder met hoe je dat dan weer moet afhechten natuurlijk. Maar voordat ik af ga hechten brei ik nog even een paar toeren. Ik zet hem even in de versnelling zodat je niet zo saai hoeft te blijven kijken. Als we willen gaan afhechten, dan moeten we zorgen dat ons breiwerk links van de invoer stopt. Dus de eerste naald staat links van de invoer. Dat is belangrijk. Vervolgens moeten we de draad weer gaan afknippen natuurlijk. We kunnen hem gewoon eromheen slaan en afknippen. En dan nemen we weer onze naald. Die ik nu natuurlijk spontaan kwijt ben. Dat zal je altijd zien. Daar is die weer draad in de naald en uit uh, de invoer. En vervolgens sla je hem weer naar binnen. Let goed op dat uh, de steken. Weer naar beneden glijden als wij verder gaan draaien. Want dat is belangrijk dat ze om die twee pinnetjes zitten. Je bent ze nu van de naald aan het bevrijden. En je draait verder zoals je gewend bent. Totdat die ongeveer op 10 voor 10, kwart voor 10 staat. En dan kan je de steken weer op gaan nemen. Zoals je ook doet als je rondbreidt. Alleen nu begin je met de eerste steek. Dat is de steek waar ook de draad uitkomt, maar dat komt allemaal goed. Trek ook weer niet je werk omhoog, want dan liggen alle steken los en dan kan je opnieuw beginnen. En ga dan met de klok mee rustig alle steken opnemen. Rustig, vooral rustig. Het lijkt alsof ik het heel snel doe, maar ik doe dit al tien jaar, dus ik ben daar handig in. Denk ook om de positie van je hand. Dus of draai de machine of draai uh, gewoon verder. Je moet sowieso verder draaien om de steken te uh, bevrijden van de naald. En let op dat ze goed naar beneden glijden. Nou. En dan kan je verder de boel afhechten. Tjoppa, 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 tjop. En zo brei je dus platte stukken. Je kan de steken gewoon op de draad trekken. En dan kan je je werk even stretchen. Dit is natuurlijk weer net een iets te klein stukje. Ik had het misschien nog een paar toertjes langer kunnen breien, maar het gaat om het principe. Het breiwerk ziet er gewoon weer uit zoals je gewend bent. En de kant is ook heel netjes. Je kan dan de bol netjes aan elkaar zetten. Dus. Het blijft alleen altijd rollen omdat het die steek is die uh, niet plat wil blijven. Aan de zijkanten blijft het altijd rollen. Nou, in ieder geval, probeer maar eens een stukje en kijk hoe het eruit ziet. Maar brei wel iets langer dan 10 toren, want dit is gewoon net iets te kort om het te laten zien voor het mooie. Maar het principe van het plat breien is uitgelegd, en daar is deze workshop voor. Dus op alle machines gebeurt hier het daadwerkelijke breien. Ik wil jullie nog iets uitleggen, en dat gaat over het gebruiken van breisels van deze machine als onderdeel van iets anders. Je kan verder haken of breien met naalden, met stukken die je van deze molen afhaalt en ik ga jullie nu laten zien hoe je de steken dan moet zekeren zodat je verder kan breien of haken. Ook dit werkt bij alle breimolens weer hetzelfde. Je neemt een stuk draad, het mag ook een restje draad zijn wat in ieder geval lang genoeg is om om je molen heen te passen. Nou, ik heb het ook weer lekker voorbereid. En vervolgens ga je opzetten zoals je gewend bent. Dus je zet de eerste naald voor en je gaat vervolgens de draad erin hangen dat hij de tafel raakt. En zichzaggend ga je helemaal rond opzetten zoals je bent gewend. Dit is niet je originele draad waar je mee gaat werken. Dit is dus een stukje restdraad of kleurtje wat je later weer verwijdert. Als je helemaal rond bent. Dan eindig je weer achter de laatste naald en knip je je draad af op een handlengte of totdat het de tafel raakt en laat je dat naar binnen vallen. Dan zal je zien dat er dus een draad onder de eerste naald zit en een draad onder de ene laatste naald, maar niet onder de laatste naald. Want zo werkt het gewoon met deze opzet om en om. Dus de laatste naald. Daar zit geen draad omheen en er hangen twee draden naar binnen. De eerste hangt tussen de eerste en de laatste naald en de tweede hangt tussen de ene laatste naald en de laatste naald. Dan neem je je draad waar je daadwerkelijk mee wil breien. Die draad die leg je in de invoer en die laat je met het staartje tussen de eerste en de laatste naald door naar binnen vallen. Dus ondertussen hangen er drie raden naar binnen, maar je echte draad moet tussen de eerste en de tweede. En vervolgens ga je breien. Let op dat alle lusjes netjes naar beneden glijden. Let op bij de wissel van de draden dat die ook allemaal netjes naar beneden zijn. De laatste naald heeft geen steek, maar dat geeft niet, komt allemaal goed. En vervolgens ga je breien zolang als dat jij wilt breien. Als je dan de gewenste lengte hebt bereikt, dan neem je de volledige bol met draad en die knip je niet af. Je haalt hem uit je invoer en je vouwt de bol naar binnen tussen de laatste en de eerste naald. En je legt de hele bol in je werkje, in het gat in de molen. Klep je dicht als je uh, een klepje hebt. En vervolgens brei je verder tot de kwart voor tien positie. Er gebeurt echt helemaal niks. Dat kan je veilig doen. En dan pak je een stuk restdraad, wat lang genoeg is, wat om de molen past. Dat knip je af. Je neemt de naald die ik vast weer kwijt ben. Even kijken, daar is die. En dan draad in de naald. En nou moet je goed opletten dat je geen fouten maakt. Dit is de laatst gebreide steek. Dus je neemt de steek daarnaast. Weer op met de restdraad. En je gaat weer met de klok mee alle steken opnemen, maar dat doe je dus met je restdraad. Zo zeker je ze en kan je straks die steken gewoon gebruiken om te haken of te breien. Nou, je draait gewoon weer verder. Let goed op dat alle lussen om de naalden bij de invoer naar beneden glijden en ga rustig alle steken opnemen met je draadje. Zorg altijd dat het een andere kleur draad is, want dan zie je goed het contrast als je de steken op wil nemen. Nou, het uh, is verder een herhaling van de steken opnemen, Zorg dat je je hand niet overbelast en uh, dat je niet de steken ervan aftrekt door je werk omhoog te trekken. Gelukkig zijn het er maar 22. Dus het gaat vrij snel. Het gaat overigens altijd snel met deze machine. Nou, en dan ben ik klaar met het afhechten. Dan pak ik alles weer bij elkaar. En als je dat hebt gedaan, dan stretch je je werk, zodat de steken mooi op hun plek vallen, en dan. Zal je zien dat er één steek is die niet is gezekerd door een draad, en dat is de allereerste steek. Maar dat geeft niet, want dat zie je. En alle andere steken, die kan je makkelijk opnemen door dat gekleurde draadje. Iedere steek zit op dat gekleurde draadje, en dat gekleurde draadje kan je, als je klaar bent met het opnemen van alle steken, er heel eenvoudig uittrekken. En je werkt gewoon verder met de draad aan je bol. En zo simpel is ook dit onderwerp van de rondbreimolen. Kijk, als je aan het draadje trekt, dan heb je alle steken nou ja, in dit geval los. Ik zou dus eerst de steken op een breipen zetten. Of overal een vaste of zo inhaken voordat je het draadje eruit trekt. Maar zo werkt dus het afhechten met een hulpdraad, zodat je de steken op kan nemen. Het afhechten met deze machine gaat op een iets andere manier. Omdat op de manier zoals we het met de andere machines doen, op deze machine gewoon niet gaat. Daarom ga ik jullie laten zien hoe we dat op deze molen doen. Deze molen heeft iets andere naalden, maar breidt wel hetzelfde. We beginnen gewoon weer met opzetten zoals we gewend zijn. Hangen het staartje onder de eerste naald door. Gaan zigzaggen En dan gaan we zo helemaal rond met opzetten. Dit zijn 44 naalden. Deze machine is te klein om volwassen mutsen mee te breien. Dat is wel jammer, want hij breidt verder wel heel erg lekker soepel. En het is jammer dat de invoer zo snel slijt. Nou, als je dan helemaal rond bent, dan eindig je weer achter de laatste naald. En vervolgens leg je de draad in de invoer. Het is heel belangrijk bij deze machine dat je hem echt heel goed in de invoer legt. Um, vooral in dat gootje, precies tot het eind. Dit is dus het. Stukje wat zo snel slijt op deze machine. Als het niet goed in dat gootje zit, dan gaat het breien ook niet goed. En vervolgens kan je lekker gaan breien met deze molen. Hij breidt heerlijk, dat is geen probleem, zolang die maar niet versleten is. En dan brei je door totdat jij uh, op het punt komt dat je denkt: van Nu wil ik afhechten. Ik brei even een paar toeren, want dan hebben we iets meer om uh, een vat op te krijgen. En als je dan op, de, uh, op het punt komt dat je denkt van nou, ik vind hem nu uh, lang genoeg. Dan draai je weer naar het punt waar je klaar bent. In dit geval doe ik dat weer tussen de laatste en de eerste naald. Gewoon omdat je dat goed kan zien. Vervolgens pak je je volledige bol. Je gaat niks knippen. En die haal je, je haalt de draad uit de invoer. En ook weer tussen de laatste en de eerste naald. Uh, je vouwt hem weer tussen de laatste en de eerste naald door met bol en die leg je in het midden van de machine. Nu neem je een stuk garen wat geen onderdeel van je project wordt, maar wat wel gewoon op de bol zit. Dat halen we er straks weer vanaf. En dan ga je uh, de kleur wisselen. Dus de draad moet. Op dezelfde plek tussen de laatste en de eerste naald uh, naar binnen hangen. Zodat het als het ware doorloopt. We gaan het niet aan elkaar knopen of zo. We gaan gewoon met deze kleur even verder breien. Een toertje of 10, uh, doe maar. En dan zal ik eventjes de boel versnellen. Want dit is ook weer heel saai natuurlijk. Als je een toer of 5 of 10 hebt gedraaid, dan knip je gewoon je draad af en leg die naar binnen. Vervolgens brei je een ronde zonder draad. En je zal zien dat je werk van je machine afvalt. Geen probleem. Niet aan je werk gaan trekken en zo. Want de bol is nog niet gezekerd gezekerd. Nou, vervolgens ga je je werkdraad afknippen. Dat doe je op de lengte die. Nou ja, je weet het hè. Die. Om je molen heen past en dan neem je je naald en daar doe je je werkdraad in. Vervolgens ga je op je breiwerk zoeken waar de werkdraad als laatste uitkomt, oftewel je gaat de laatste gebreide steek zoeken, niet te hard aan alle draden trekken want anders valt je breiwerk alsnog uit elkaar. De laatste gebreide steek die zit aan het eind van je werkdraad. En dan vervolgens daarnaast met de klok mee vind je de begindraad van het, uh, uh, het restgaren. En de steek zit op de begindraad. Dat is de eerste steek die je op gaat nemen. Gewoon de naald er doorheen halen. En dan is die steek gezekerd. En dan ga je de volgende steek opnemen. Gewoon met de klok mee. Het zijn de steken die op de draad zitten. Bij twijfel kan je aan de draad trekken. Ik adviseer sowieso om dit te oefenen voordat je een echt project gaat maken, want ja, oefening baart kunst zeggen we altijd en het is zonde als het mislukt als je het voor de eerste keer doet aan het eind van een project. Dus gewoon lekker doorgaan. Kan ik gelijk even de discussie uit de wereld helpen dat dit apparaat geen handwerkapparaat zou zijn? Dit apparaat kan je vergelijken met een haaknaald of een rondbreipen of een breiring. Of... Het is gewoon een instrument waar je mee kan breien. Er zijn wel mensen die zeggen van dit is vals spelen, dit is geen handwerk. Nou dan zet ik gewoon een molen voor hun neus en zeg ik knal er maar een muts uit. Nou met het opzetten gaat het al mis. Dus het is duidelijk dat dit wel degelijk handwerk is. Er komt geen elektriciteit bij kijken. En je moet het echt wel degelijk leren. Dus geneer je niet als mensen zeggen dat dit vals spelen is. Het is niet waar. Je moet hier ook voor leren en oefenen. En daar is deze workshop voor. Nou, ik ben bijna rond. Het is net eventjes iets meer werk met de Primaxie. Maar we komen er wel. En dan zometeen, dan komt het allerleukste van deze manier van afhechten. Als je alle 44 steken hebt opgenomen. Had ik al gezegd dat deze molen te klein is om volwassen mutsen te maken. Maar je kan er een heleboel andere leuke dingen mee maken: babymutsen, kindermutsen, dekens, knuffels. Nou ja, in ieder geval als je dan uiteindelijk rond bent, ben je er bijna Dom -ti -dom -ti -dom -ti -dom -ti -dom. Kan je een hoop vertellen, hè, in een minuutje. Bijna rond. De laatste drie steekjes, denk ik. Nee, vier. Ja, vijf. Klaar. Nou. En dan neem je het eindraadje van dat garen wat je erop hebt gebruikt. En dan hoef je alleen maar te trekken, hè feitelijk trek je je breiwerk uit, maar je trekt het niet echt uit, want je hebt je eigen werk gezekerd. Dit is zo leuk om te doen. En je kan dus probleemloos die draden uittrekken. En dan ben je weer net zover als bij alle andere molens. Je breiwerk is netjes veilig gesteld. Er kunnen geen steken vallen en je kan er mee maken wat je van plan was om ermee te gaan maken. Dat is dus het afhechten met deze molen. Het werkt net even iets minder makkelijk. De Primaxie met de andere naalden. Nu weet je alles wat je moet weten over breimolens. Je hebt een goede basiscursus gehad nu en nu kan je beginnen met het echte werk. Je kan met deze molens echt van alles en nog wat maken. Je kan verschillende molens met elkaar combineren. Je kan dekens maken, knuffels. Ik heb zelfs een hele kerstballenlijn als tutorial op YouTube staan. Al deze items komen ook tutorials voor op YouTube te staan als ze er niet al op staan. Volg mijn kanaal. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En volg mijn workshops om optimaal te kunnen genieten van je breimolen. Welkom bij je nieuwe verslaving. Veel breiplezier en tot de volgende workshop.